Morgen is het zover, dan gaat alles hier los. De derde editie van Hullabaloo. Ik zit hier naast de organisator Mitchell. En we zitten niet voor niets in dit autootje, want jij wil iets vertellen, iets laten zien? Nou, we hebben een behoorlijke groei gemaakt in bezoekersaantallen. Dat betekent ook dat we het terrein een beetje om hebben gegooid. Ik denk wel dat we een hele leuke nieuwe indeling hebben. Dus ik zou zeggen, laten we even gaan kijken. Start de motoren! Daar zijn we dan, de eerste stage van de hoeveel stages? We hebben 5 grote area's. Ja, en ook nog wel wat kleine randprogrammering area's. Maar 5 grote. En dit is de op 1 na grootste. Na de main stage is dit dan de crossover. De Brouhaha is de naam van de stage. Dus, en ook echt een crossover programma. Dus we gaan alle kanten op, van hip-hop naar pop. Dus breed programma. Ja, want je hebt ook artiesten, zag ik, die er al in 2019 bij waren. Die heb je er dit jaar ook weer bij. Wie zijn dat? Nou, op deze stage is dat onder andere Merel. Die stond hier vrij vroeg op de dag, weet ik nog, op de main stage in 2019. Was toen nog een beetje upcoming. Nou, nu zijn we een paar jaar verder en staat ze hier op een veel later slot. Dus eigenlijk op een beter slot. Ja, en ze heeft natuurlijk fantastische festivals gespeeld. Grote hits gehad in de tussentijd. Dus dat vinden we superleuk. Verder hebben we Maan, die het ook in 2019 was, hebben we weer terug. We hebben Fleming, we sluiten af met de jeugd van tegenwoordig, dus dat wordt natuurlijk één groot feest. En we hebben verder nog Cloud, we hebben die jongens van Turfy Gang, dus we hebben echt een divers programma.